Lewis Hamilton, die denkt dat de nieuwe Honda krachtbron een wereld van verschil heeft gemaakt bij het team van Red Bull Racing. De Brit stelt dat Max Verstappen ontzettend snel was op de rechte stukken en dat hij geen goede kans maakte. Voorgaande jaren was het team van Mercedes uitermate dominant op Paul Ricard, maar van die dominantie is dit jaar niets meer terug te zien. Valtteri Bottas die wist nog wel tijdens de eerste vrije training op de vrijdagochtend de snelste tijd af te sluiten, maar daarna was het eigenlijk Red Bull Racing die de overhand kreeg. Uiteindelijk wist Max Verstappen er met pole vandoor te gaan, met Hamilton op P2 en Bottas op P3. Ik wil Max feliciteren, hij heeft het geweldig gedaan vandaag. Ze zijn ongelooflijk snel geweest. Ja, je ziet dat ze dit weekend een nieuwe motor hebben gekregen. Maar voor zover ik dat weet is dat geen nieuwe specificatie, maar ze zijn snel op het rechte stuk. Ik denk dat ze vandaag veel tijd op de rechte stukken gewonnen hebben. We gaan een echte race krijgen, voorspelt Hamilton. In de vrije trainingen was het echt een strijd en wat betreft de long runs denk ik dat ze 1 of 2 tienden sneller waren dan wij. Maar mijn auto voelt nu heel anders, dus ik blijf gewoon hoopvol. Dan ga ik alles doen wat ik kan. De Mercedes-coureur die benadrukt dat hij vanaf de tweede plek een goede kans maakt in de eerste bocht. Want hij zegt, het zal een interessante strategie worden. Wellicht gaat het zelfs wel regenen. Ja, dan kun je de regenmeesters aan het werk zien. Ik kan niet wachten. Aldus Lewis Hamilton. Ja, bij Red Bull Racing denken ze juist het tegenovergestelde. Want volgens Helmut Marko zitten zij juist in een hele goede positie. De Oostenrijkers hebben alle vertrouwen in de strategie die het team heeft en verwacht dat Max Verstappen vanaf pole zo naar de overwinning kan rijden. Het was relatief wel makkelijk. Pole behalen is nooit makkelijk, maar de combinatie van auto, motor en coureur was erg goed. We hoopten eigenlijk dat Perez de derde positie zou pakken, maar hij kwam enkele honderdste tekort. Nou, toch ziet Marco het positief in. Over het algemeen zitten we in een goede positie voor de race. Met Max Verstappen op pole position en Perez op P4 zou er op papier genoeg mogelijk moeten zijn, maar toch wil Red Bull niet echt gaan stunten met een race-strategie. We willen een goede start hebben, ja dan willen we wegrijden en een seconde voorsprong pakken. Dit met het oog op de lange rechte stukken waar DRS veel invloed heeft. Dan kun je vanaf de voorkant de race controleren. Dat is het plan en ik weet zeker dat Mercedes ook een plan zou hebben, maar ik geloof dat dit kan werken. Aldus Helmut Marko. Goed, wat denk jij dat er vandaag gaat gebeuren? Laat het weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!